Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur krijgt zo zoetjes aan de problemen waarmee de organisatie te kampen heeft onder controle. De minister en zijn team van deskundigen gingen vandaag op een persconferentie in op de recente ontwikkelingen rond het ministerie, met name zaken als de bouwwerkzaamheden van de DNA-vergaderzaal en het tekort aan leerkrachten. Volgens Ori liggen de meeste obstakels bij het basisonderwijs. Er zijn verschillende onderwerpen die interessant zijn voor ons op dit ogenblik om een mededeling over te doen. En het tweede deel is het natuurlijk belangrijk dat we die openheid en de mogelijkheid bieden om vragen te stellen. Dit ministerie heeft niks te verbergen. Een stukje open dialoog is ook gezond met de media. Allereerst wil ik beginnen met de situatie rond onderwijs. We zijn gestart 2 oktober met het nieuw schooljaar en er zitten wat uitdagingen. We zien dat er op een aantal gebieden wat zaken nog niet voldoende goed lopen. En dat zijn zaken met te maken hebben met plaatsing, heeft te maken met meubilair, met busvervoer. We zitten nu in een situatie dat we steeds meer grip op de zaak kunnen krijgen. Maar misschien is het goed om te beginnen met basisonderwijs, waar wij toch zien dat langzamerhand zaken te organiseren. Volgens directeur Algemeen Vormend Onderwijs Helima Poese zijn er 362 leerlingen die nog geplaatst moeten worden op scholen. Dit probleem heeft een aantal oorzaken. Sommige ouders hebben zich laat aangemeld om het kind te laten inschrijven wegens vakantie en andere omstandigheden. Maar er wordt keihard eraan gewerkt om ook deze leerlingen op een school te plaatsen. Sommige scholen hebben we wel een systeem van AB-systeem. Dat houdt in dat ze niet elke dag naar school gaan. Dit alleen om de leerlingen zo dichtbij mogelijk van huis op school te plaatsen en toch nog de leerlingen ergens op school te hebben. De grote klassen zijn dan gevormd en om invulling te geven aan het onderwijsproces is dan gewerkt om het AB-systeem te introduceren. 3 dagen in de week op school en de volgende week 2 dagen aansluitend met de andere groep, waardoor ze dan toch wel onderwijs genieten. Poese geeft aan dat de nieuw ontworpen onderwijsboeken die eerder dit jaar zijn aangekondigd, al zijn aangekomen in Suriname. Als alles goed verloopt, worden deze boekwerken volgende week gedistribueerd aan de scholen.